Tanja heeft een hart voor de sport, gaat nog steeds met sprongen vooruit, heeft ook al ervaring over de grens en werd samen met Jana Timina 3 keer Nederlands kampioen bij damesdubbel. Hier komt haar tip. Hoi, ik ben Tanja. Momenteel speel ik in Frankrijk bij de club Saint-Pierres in Nationaal 1, dat is het tweede niveau van Frankrijk, en train ik bij een trainingscentrum vlakbij Parijs. In Nederland speel en train ik bij TTV Amsterdam. En sinds een aantal jaar heb ik ook mijn trainersdiploma en momenteel geef ik dan ook trainingen aan 2 jeugdgroepen in Parijs. Mijn tip aan jullie is, probeer zoveel mogelijk wedstrijdsituaties in te brengen in je trainingen. En dan bedoel ik niet alleen dat je veel games speelt, maar juist dat je specifieke wedstrijdsituaties die lastig zijn, dat je die probeert na te spelen in de training. En om een aantal voorbeelden te noemen, je kan bijvoorbeeld je wedstrijden beginnen vanaf 9-9 of 10-10. Want vanaf die stand komt er natuurlijk veel meer druk bij kijken dan als je een wedstrijd begint vanaf 0-0. Een ander voorbeeld is dat je met de trainingsgroep een soort teamwedstrijd gaat spelen op 1 tafel, waarbij dus de rest van de groep om de tafel heen staat. Dat brengt ook een hele andere druk met zich mee. Of stel je raakt makkelijk afgeleid in een wedstrijd, zorg dan ook dat je de afleiding inbrengt in je training en je trainingswedstrijden. Het kan ook simpeler natuurlijk, dat je gewoon tijdens de oefeningen op de helft van de tijd, bijvoorbeeld als je op tijd de oefening doet, dat je vanaf dat moment in de oefening de punten gaat tellen. Nou, zo zijn er een heleboel manieren te bedenken. Wees creatief en daag vooral jezelf uit om juist situaties waar je het minst comfortabel voelt, dat je die gaat opzoeken. Want hoe meer je dat opzoekt, hoe beter je ermee om leert gaan op de trainingen en dan dus ook in de wedstrijden.